Het is dinsdag 22 maart. Dit is Drenthe Nu met vanavond onder meer. Waterwegen in onze provincie schoongemaakt op Wereldwaterdag. Grote controles vandaag op vakantieparken bij het meer van Erm. Natuurgebied het Grollerveen stroomt voor een deel leeg door lekkage. De woorden eentonig en saai bent niet per se hetzelfde. Want ja, eentonig is het weer wat een klein beetje, want al dagen hetzelfde. Maar om dit nou saai te noemen, straks meer over het weer. Goedenavond. Mondkapjes, papiertjes, blikjes, het blijft wel eens liggen in de natuur. Nou, vandaag, tijdens Wereldwaterdag, maken vrijwilligers rivieren en kanalen schoon in provinciehoofdsteden en zo ook in Assen. Een groep vrijwilligers zet zich op deze zonovergoten dag in voor een schone vaart. Het is alweer de 14e jaar dat wij in Nederland rivieren schoonmaken. Valt samen met de 30e editie van de United Nations International Day of Water. Nou, dat is een hele mond vol, maar dat heet dan eigenlijk gewoon Wereldwaterdag. Dus wereldwijd vinden dit soort acties plaats op 22 maart. Iedereen kon zich opgeven om vandaag mee te helpen, maar de animo valt tegen. Er is een aantal mensen uit de politiek aanwezig en een enkele vrijwilliger. Nou, ik vind het wel belangrijk dat de rivieren schoon blijven. En daarnaast, voor mij, ik zit nu zelf in de ziektewet. En dit soort acties, dat is juist weer een positieve manier om energie op te doen voor mezelf. 3 weken geleden nam Erik al een kijkje bij de vaart. Het zag er schoon uit. Ik denk dat normaal ongeveer 4 kilo per kilometer. Nou, dat zal me niks verbazen als we daar ver onder blijven. Toch valt het tijdens het lopen tegen. Uiteindelijk wordt er ongeveer 25 kilo afval verzameld. En daar draait het allemaal om. En hoewel er niet veel vrijwilligers meeliepen, ziet Erik toch dat er meer aandacht is voor het opruimen van zwerfafval. Wat voor ons dan misschien vanzelfsprekend is, het is toch goed om daar elk jaar maar weer aandacht voor te vragen. En ik merk ook dat het initiatief wat ik dan nu 14 jaar geleden ben begonnen in Nederland, eigenlijk breed wordt gedragen. Er wordt op steeds meer plekken gebeurd. Afgelopen weekend was nog een actie, dat was Nederland schoon. Dat heeft natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Mensen zijn ook gewoon op eigen titel, mensen gaan, het is een soort sport geworden, een nationale sport om met een prikketje, met de hond uitlaten, om even het vuil mee te nemen. Een grootschalige controle vandaag naar bewoning op vakantieparken bij het meer van Erm. De gemeente Coevorden wil zo meer inzicht krijgen in mogelijk illegale bewoning, sociale problematiek of criminaliteit. Bij de controles kreeg de gemeente steun van de politie. Alle mensen op de parken kregen vragen over het gebruik van chalets, huitjes en staakervens. En de bewoners van de parken voelden zich overvallen. Om 5 uur werden wij gebeld door verontruste leden die zich echt hevig afvroegen wat er aan de hand was. Meer dan 100 man politie, hondenwagens, incognito busjes, motoragenten. Ik bedoel, het leek echt wel... Of er hier een grote invalactie op crimineel gebied bezig was. Er staan hier momenteel meer politieagenten te controleren dan dat er überhaupt bewoners op het park zijn. Dus ja, buitenproportioneel is wel de understatement van de dag zo'n beetje. De veroordeling van Helene J. voor het doden van haar dochter Charlene in 2015 kan gehandhaafd blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. De moeder werd begin vorig jaar door het gerechtshof veroordeeld tot 9 jaar en 9 maanden cel. Volgens het hof heeft de vrouw haar 8-jarige dochter van een flat in Hogeveen geduwd of laten vallen. Helene J. ontkent dit. Volgens de advocaat-generaal is het oordeel voldoende begrijpelijk en voldoende gemotiveerd. De conclusie is een vrijblijvend advies aan de Hoge Raad. De uitspraak is waarschijnlijk op 17 mei. Volleybalster Laura Dijkema uit Bijlen gaat weer in Italië aan de slag. De 32-jarige spelverdeelster van Oranje verliet begin deze maand haar Russische club Leningradka in Sint-Petersburg vanwege de inval van Russische militairen in Oekraïne. Dijkema keerde na een lange reis terug in Nederland en heeft nu voor de rest van het seizoen onderdak gevonden bij de Italiaanse volleybalclub Busto Arsizio. Wij komen speciaal van België om te genieten van Drenthe. En we hebben echt heel geluk, veel geluk, dat we erbij mogen zijn. Dat we hele mooie fietstochten kunnen doen hier. We hebben een prachtige regio te ontdekken. Het is onze eerste dag hier en magnifiek.
Ja, zometeen meer daarover. Eerst naar Staatsbosbeheer, want die wil het Grolloerveen weer zo nat mogelijk maken. En dat betekent dat het water in het gebied moet worden vastgehouden. Maar dat ging de afgelopen dagen mis. Via een groot gat stroomden duizenden liters water het gebied uit. Wie bij de uitkijktoren aan de Halkebroeken gaat staan, hoort in de verte het geluid van de heikikkers en het zingen van de vogels. Maar een paar dagen geleden was het hier helemaal niet zo stil en rustig. De oorzaak? Een leemprop waar een grote betonnen buis, ook wel een duiker genoemd, mee was dichtgemaakt, kon de druk van het water niet meer aan en spoelde weg. Het gevolg? Heel veel water stroomde het gebied uit, terwijl Staatsbosbeheer het water graag wil vasthouden. Dit is van oorsprong een heel nat gebied. Al die vennetjes, daar leven natuurlijk allemaal dieren in, zoals adders en bijzondere plantjes, veenbes, veenpluis, wollengras, zonnedauw. Ja, die wil je eigenlijk daar houden. Dus het moet wel nat genoeg zijn. Ja, en er zitten ook bijvoorbeeld heel veel heikikkers. En die zijn nu ook heel actief. Dus die zijn ook heel blij als we dat water vasthouden. En dus werd het gat razendsnel dichtgemaakt. Nu is er gisteren weer een nieuwe vracht leem voor die duiker gegooid. En je ziet nu wel binnen een dag, zie je het water alweer omhoog komen. Dus de schade is gelukkig redelijk beperkt. Dat komt ook omdat er nog veel water in het gebied aanwezig was door de natte periode aan het begin van het jaar. Dus er was nog buffer. Dus daardoor is het nu opgevangen en kunnen we gelukkig de zomer in. Want als je een hele lange warme zomer krijgt, ja, dan verdroogt het toch. En dat is toch een beetje jammer voor al die dieren die er leven. Om ervoor te zorgen dat ook deze leemprop niet wegspoelt, gaat Staatsbosbeheer binnenkort nog meer leemhoudend grond storten. Verwacht dat het dan echt genoeg is, dan kunnen we permanent dat water daar vasthouden. Dat is geen probleem meer. Gek van scheerapparaten is Gerard Bronswijk uit Roden. De 81-jarige Drent heeft er 400 verzameld. Dat is mijn werkterrein, dat is mijn hobbykamer. Ja, wat zien we hier? We zien hier de verzameling scheerapparaten. En de ladyshaves. En alles wat erbij hoort. Alles wat met scheren te maken heeft. Kijk, dit is de middenkast. Kast 1, 2, 3, 4, 5. Wat vindt uw vrouw er allemaal van dan? Nou, kijk eens. Elke verzamelaar, dat is een apart geval. Mijn vrouw vindt het goed, maar die denkt ook wel wat. Ja. Wat doet hij toch allemaal? Wat doet hij er allemaal mee? Wat, hè? Ja. Ja, maar daar trekt u zich niks van aan. Daar trek ik me niks van aan. Ah, heerlijk voorjaarsweer vandaag, hè? Veel mensen trokken er gelijk op uit om er volop van te genieten. Het is echt de eerste dag dat we buiten op het terrasje kunnen lunchen. Het is fantastisch. We krijgen echt weer de zomer een beetje in ons hoofd, hè? Het lentegevoel. Je kunt weer lekker naar buiten, zonder de dikke jas aan. Gewoon, heerlijk. Lekker, het voorjaar is de mooiste tijd van het jaar. Wij komen speciaal van België om te genieten van Drenthe. En ja, we hebben echt heel geluk, veel geluk, dat we erbij mogen zijn. Dat we hele mooie fietstochten kunnen doen hier. Ja, we hebben een prachtige regio te ontdekken. Het is onze eerste dag hier en ja, magnifiek. De eerste dag voor ons eigenlijk dan, hè? Dit lekkere weer. Dus we hebben nu even een pauze. We hebben zo een vergadering. Dus we zeggen, we kunnen nog even een terrasje pikken. Heerlijk even hier fietsen. Dit is een favoriet plekje voor ons altijd. We rijden vanuit Friesland hierheen en dan lekker even een dag weg. U neemt het ervan, van deze lekkere warme dag? Ja, zeker, zeker. Het is toch te genieten met dit heerlijke weer. Ik kon niet wachten, voorbij de zomer. Heeft u het weer gemist? Ja, echt wel. Ik ben geen wintermens. Ik ben echt een voorjaar- en een zomermens. Maar vooral het voorjaar. Het mag zo in de zomer ook zo zijn. Het is heel goed zo. Ja. Dit is mijn meest ideale temperatuur. Ik vind het prima. Zo tussen de 18 en 22 graden nog gedijen wij het beste. Dus dat veel warmer hoeft het niet. Dit is fantastisch. Je zult me zeggen, geniet een moppet over dit weer. En toch heb ik één, het was een vrouw, het moppen in de zin van, wat moet je nou toch aantrekken? 'S Morgens is het hartstikke koud, maar dan van mus op.
En overdag, dan kunt u een t-shirt hier wat doen. Want die temperatuurverschillen zijn erg groot. Nou, ik heb slecht nieuws voor die mevrouw. Het blijft nog even zo. Maar ook komende nacht wordt weer een koude. Het is helder. De wind die er al is, die valt helemaal voort. En daardoor gaat de temperatuur weer behoorlijk onderuit. Op neushoogte misschien nog net een graadje boven het vriespunt. Maar aan de grond een graadje eronder. En dan morgen, de woensdag, dat wordt heel simpel een kopie van vandaag. De dag begint met wat nevel of mistsliertjes. Maar de zon die brandt die heel snel voort en die zon die gaat ook de hele dag niet meer voort. Er zit een zwakke tot matige oostenwind en de temperatuur morgen ook weer zo'n lekkere 18 graden. Ook de nacht van woensdag op donderdag wordt weer een koude, giet weer een enkel graadje vriezen. En donderdag ook weer zo'n zon overgeurde dag. Pas vrijdag, ja, dan giet de wind een klein beetje bijdrijden naar het noorden. Dus het wordt dan ook iets minder warm, zou je kunnen zeggen. Er komt ook wat meer bewolking en dat geldt ook zeker voor het weekend. De temperatuur die komt dan niet op zo'n 14, 15 graden. Maar ja, dat is altijd nog boven het langjarig gemiddelde. Dus moppen zeker niet de komende dagen. Sterker nog, het is fantastisch weer om aan welke waterkant dan ook te zitten. Dat is maar net. Lekker hoor. Alde, dankjewel. En tot zover het nieuws uit de provincie. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op de site rtvdrenthe.nl. En daarop is nu onder meer te lezen dat er in Hogeveen een flinke discussie is ontstaan over samenwerking van middelbare scholen. Voor nu heel fijne avond gewenst en graag tot morgen.